come give up our way, but you're protecting way. So faster radio, fans and motor represent for so faster radio. A man in now, turn up, turn up! Zaterdag 11 april in Silverdome, Zoetermeer. Kassaf in concert. Met Support X, Cachet Royale. DJ Montje. En Diamonds 2000. Kassaf in concert. Deur open om 8 uur. Voor meer info en tickets www.kassafzoetermeer.nl. Zaterdag 11 april, Kassaf in concert. Silverdome, Zoetermeer. Voor meer info en tickets www.kassafzoetermeer.nl. Miss Kingflower presenteert The Story of Etta James, een ode aan de Amerikaanse blues, R&B en gospelzangeres. Vrijdag 3 april 2020 in Theater Zuidplein te Rotterdam. Met zang van Denise Jenna, Farida Merville, Maureen van Anders, Lucille Jongevat, Maureen Pengel en Miss Kingflower. Met begeleidingsband van Walter Muringen. Deur opent vanaf 19:30, show begint om 8 uur. Kaarten verkrijgbaar via www.theaterzuidplein.nl en ook bij de artiesten of bij Radio Standvaste. Catering aanwezig. Kaarten à 20 euro. Aan de poort duurder. Miss Kingflower presenteert The Story of Etta James. Opa, Afro-Surinaams specialiteiten restaurant. Heeft u trek in topkwaliteit Surinaamse okersoek, oosterband, hereri, moksalesi of rijst met pom, pastei, bruine bonen, vis, geserveerd met pitawiri, amsoi, antroa of andere Surinaamse groenten, dan bent u bij Opa aan het juiste adres. Opa, Afro-Surinaams specialiteiten restaurant. Tweede Middellandstraat, 25B in Rotterdam. Telefoonnummer 010 20 38 85 0 of 06 57 78 44 47. Of wa, Afro Surinaam specialiteiten restaurant. Volg ons ook via Instagram apenstaatje o.va-specialiteiten of via Facebook of wa Afro Surinaamse specialiteiten. Ook verzorgen wij graag met liefde uw catering. Of wa, Afro Surinaams specialiteiten restaurant. En jij waka, heb je ook een beetje peper voor me? Bent u op zoek naar een kavel of woning in Suriname? Dan is Prezen BV Daamselveen de partner om u verder te begeleiden. Er is keuze uit verschillende verkavelingsprojecten en bouwmodellen tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Bel naar 020-66-926-70 of bekijk onze website op www.prezen.nl en maak gebruik van maar liefst 30 jaar ervaring. Prezen BV, voor advies en rondleidingen. Tot ziens. Yomi's Food, voor al uw lekkere eten. Open is tijden van maandag tot donderdag van 1 uur tot 8 uur. Vrijdag en zaterdag van 1 uur tot 9 uur. Kiomi's Food aan de Frits Reusstraat 42D in Rotterdam. Met lekkere gerechten waaronder rijst, vis, groente, rijst, kip, groente, bami of nasi met kip, rijst, zoetzure, garnalen, rijstpomp en nog veel meer. En elke dag verschillende soorten moksalesi's en soep. Wij werken met dagmenu's. Dat betekent elke dag vers gemaakte gerechten. Kiomi's Food. Volg ons ook via Instagram onder de naam Kiomi's Food. Natuurlijk zijn wij ook te vinden op thuisbezorg.nl. En voor meer informatie voor bezorging belt u naar 010 750
6006 of u mailt naar kiomisfood@gmail.com. Volg ons ook via Facebook onder de naam Kiomis Eethuis. En acties zijn er te volgen via onze Facebook. Wij doen ook aan catering voor evenementen, feesten en nog veel meer. Kiomis Food voor al uw lekkere Surinaamse gerechten. Die gebruiken of meenemen. Eetzaam, kan je nog een beetje jus vinden. Let op, alles is 100% halal. En wij verzorgen ook uw maaltijd persoonlijk voor u. Hey, na sta vaste. Roze vlauw maar de vadong, roze vlauw maar de vadong, roze vlauw maar de vadong, sta vaste vlauw mij tanabong. Ay, na sta vaste, im sabi. Jouw commercial op de radio? Bel tijdens kantooruren naar 010-237-4478 of stuur een mail naar jmostandvaste@gmail.com en geef jouw bedrijf of event een extra boost. Hey, jawel, lieve luisteraars, een hele goede middag. Het is 11 minuten over de klok van 3. Dit is Nakpanya. Mijn naam is Rero C. En ik zit eraan vandaag met een speciale gast. Dat is de heer John Oldenstam. Ik ga hem uitnodigen. Tot zometeen. En dit is de enige echte kater karma, daar beginnen we mee. Maar ik weet niet hoe, weet niet. En niet omdat ik een kater heb hoor. Of wat je doet. Of last van mijn karma. Nou, loop maar pokken. Alleen, boos op mezelf en iedereen. Vawaka, vawaka, kom je nou echt niet terug? Hoe kan je zo vrolijk doorgaan, terwijl het lachen mij is vergaan? Vawaka, vawaka, verdriet laat mijn hart nou eens met rust. Hoe kan je nog trots op jezelf zijn, terwijl ik niet dacht wat ik nog voel is pijn. Waarom zo blij ben? Je doet met me. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om alle luisteraars welkom te heten, ook via de app. Ik lees mee hoor. Ik wil mijn collega Gloria, mijn collega Paul Redoet van harte bedanken. En natuurlijk MC Mookie voor de editie van de ochtend- en de middagprogrammering. Ik zit eraan tot 5 uur met jullie. En om 5 uur dan hebben we de jongen met de vlog online. En om 6 uur hebben we Unaning. En om 9 uur natuurlijk Robbie Woods, Roots and Culture. 12 Hours of Reggae Show, Stamvast Radio. Ik wens alle luisteraars in Paramaribo en alle districten hele goede morgenmiddag al. En natuurlijk iedereen in heel de wereld. Hallo. Vawaka, vawaka. Vawaka. Echt niet terug. Hoe kan je zo vrolijk doorgaan, terwijl het lachen mij is vergaan? Vawaka, vawaka, verdriet laat mijn hart nou eens met rust. Hoe kan je nog trots op jezelf zijn, terwijl het enige wat ik nog voel is pijn?
Fawaka, ja, dan gaan we gewoon met de deur in huis vallen hoor. Goedemiddag John Oldestam. Dan moeten we even alles erbij pakken, ja. Fawaka met u. Nou, je mag gewoon je zeggen. Ik mag gewoon je zeggen, ja, oké, dankjewel. Ik ga me eraan houden. Mide. En heel nice dat ik, for having me here. En ja, natuurlijk ook een goede middag aan alle Radio Standvaste luisteraars in... Het is, en dat moet ik erbij zeggen... In Rotterdam. Het is een hele eer om je te ontvangen. En de reden waarom, dat ga ik je vertellen. Ik maak al heel wat jaartjes radio. Ja. Waarvan ik zeker al 12, 13 jaartjes... spots inspreek voor Richardo Tuijvoort. Mm-hmm. En tegenwoordig zeggen we Richardo. Je moet Richardo zeggen. Intak Richardo. En hij doet geweldige theaterprogramma's, stukken, noem maar op. En ik heb altijd die naam ingesproken. John Oldestam. Ja. John Oldestam. Ja. John Oldestam. Ja. Vandaag zit hij hier tegenover me. In Nakpanya. Nakpanya, dus una limits. Gewoon werd ik vrij. Nice. John Oldestam. Je bent... laat me beginnen dat ik je van de radioreclames ken en van heel veel showbiz activiteiten in de Surinaamse showbiz scene, mag ik het zo zeggen? Ja, toch wel, Rien. Ja, toch wel, toch? Ja. Ik heb toch wel aardig wat gedaan. Je hebt je sporen aardig verdiend, mogen we zeggen. Ja. En still going. Still going. More is coming. Of course, more is coming. Of course, yeah. Maar de persoon John Oldestam. Weet je, tegenwoordig zeg ik het zo. Ja. John Oldestam is nu gewoon echt voor jou de verschijning die je ziet. En natuurlijk voor de luisteraars die het horen. Daar ben ik gewoon, eigenlijk ga ik meteen ook met de deur in huis vallen. Ben ik gewoon te zien op Edis Masano Sapsu Manami. Maar ik begrijp wel waar je op doelt. Ik ben zanger. Ik heb ook wel wat acteurs... achtergrond. Niet in de nieuwe film Suriname? Nee, daar ben ik nog niet voor gecast, maar wie weet. Oh, wie weet. Okay. De volgende Surinamelei. Ja, Surinamelei. Ik denk niet dat het de eerste is, want ik heb wel goede recensies van gehoord, maar je weet maar nooit. Ik heb heel veel in theater gedaan, zeg maar. Als ik zeg heel veel, heb ik genoeg in theater gedaan. Mm-hmm. En daar ben ik zo'n beetje. En aan de andere kant, eigenlijk zangeracteur. Hoe bent u in theater gerold? Als het zo is, is het niet anders. Dat is wat je hebt meegekregen. Het is bij mij eigenlijk wel redelijk vroeg begonnen. Maar ik deed er eigenlijk niks mee. Mm-hmm. Ik ben er pas wat later leeftijd ben ik echt gewoon wat mee gaan doen. En ik zie het zo, eigenlijk heb ik een soort van les meegekregen. En een soort van bijgeschaafd in wat ik nu tegenwoordig kan zeggen, wat ik kan of mag doen. En hoe lang is dat ongeveer? Het is eigenlijk wel heel jong begonnen. Eigenlijk bij mij is het thuis begonnen. Ja. Thuis, als ik zeg jong, eigenlijk is er een zus van mij die eigenlijk in Suriname wel een grote zangeres is mm-hmm. geweest. Ze doet niet zoveel meer mee. Maar ze is wel iemand die zeg maar songfestivals heeft gewonnen. Ladies songfestivals. Wow. Ja, dus daar kijk je toch wel een beetje naar op. En was het met een paplepel ingegoten? Ja, muzikanten misschien? Nou, van de kant van mijn moeder een beetje meer. Aan de kant van vader waren een beetje stoere mannen. Weet je, dus die mannen Muziek is ook sowieso. Maar het waren echt... Ik moet kijken naar mijn vader en mijn oom. Als die mannen, bij de basman, zeg je toch. Dus... Zodat we konden af en toe, nou, zodat hij niet met papa de bottom hangt. Oh, oké. Okay. Ja, nee, dat is... Snap je wat ik bedoel? Dat is zwaar beroep. Ja. Stoer beroep. Dus, ja, klopt. Middenpede. Juist. En aan de kant van mams ook wel. Ze hebben dat meestal bekast door sing was dat niet. Maar weet je, het is gewoon meegekregen. Het is echt gewoon meegekregen. Het is puur En in Suriname ben je al begonnen? In Suriname heb ik eigenlijk in mijn 10 jaar eigenlijk ook niet veel gedaan. Mm-hmm. Maar ik liep wel vaak mee met heel veel
grote namen, zangers en zangeressen. Dus dat zei ik dus. Maar dat mijn zus gooi een paar op me, gooi een paar op me. Nou, ik heb wel redelijk mee kunnen lopen met een Brian Bijlhout. Ik met bedoel, een Gerold, hallo. Met een Gerold Limon. Met een, echt de namen van toen. Echt namen van toen. En ik heb, ik mocht vaak mee met mijn zus ook, om, om gewoon mee te gaan. Ik hield ook van dat ding eigenlijk, hoor. Dat was een soort fascie, maar net wat ik zei, ik deed er niks mee. En uiteindelijk ben ik met Michael Groenart, Gerold Limon, Weiland tegenwoordig moet ik zeggen, heb ik wel een tijdje meegelopen. En op een gegeven moment heeft, wat mijn zus eigenlijk niet heeft gedaan, wel ze heeft wel geprobeerd hoor. Want zij deed ook wel shows in Torarica, weet je, die Torarica had je die shows, weet je dat? Ballroom, dit soort zaken. Ja. En ook Gerold deed dat soort dingen mee. Dus een keer heeft Gerold mij dan ook wel. Mijn zus had me wel een keer gevraagd: wil je niet bij mij een duet een keer doen? En ik zeg: oké. Okay. Zo repeteer one day mooi, Alassani, hoe doe Alassani? Weet je, repeteer die middag en die avond. Zat het er niet in, witte heren dan? Anoroko, Mirade. Weet je, natuurlijk was het een beetje kwaad. Maar het was ook eigenlijk ook in de jongere jaren, zeg maar, dat ik was rond 19, had ze me ook geprobeerd om met, te laten meedoen met Kinderzongfestival in Suriname. Waar ik ook, en dat was een hele hype. Ja. Waar ik ook gewoon even zeg: nee, no, Mirade. Weet je, ik zeg: ja, waarom niet? Uiteindelijk heeft zij dan een buurmeisje. Heeft ze een soort van op, ja, had ze onder haar vleugels, op, heeft ze zeg maar onder haar hoede genomen. Mm-hmm. En die werd uiteindelijk gewoon bij het Kinderzongfestival tweede. En toen zei ze van, zie je wat ik bedoel? Ik weet in mijn jonge jaren, dat was echt, dat kan je in Nederland, ja, dat een programma als The Voice of wat dan ook, dat is iets, dat is tv, noem maar op. Ja. Maar in Suriname, Kinderzongfestival, dan leefde iedereen er naartoe. Het was echt een nationaal spektakel, weet je wel. Het was echt een hype. En uiteindelijk met dat, nee, moet ik niet hebben. Oké, wat ik ga doen, ik ga de luisteraars eventjes dit meegeven. We gaan naar een nummer van John Oldenstam, dit heet Disnami. Beter kan ik het niet verklaren, u mag het wel even toelichten. Disnami. Kijk, hoe ga ik het toelichten? Disnami is eigenlijk ook meer ontstaan door alles wat ik eigenlijk heb gedaan. Mm-hmm. En, nou, een samenvatting. Juist, het is een samenvatting. Ook eigenlijk te meer dat men ook altijd vroeg van na zo'n show van meneer Oldenstam, van elkaar, je hebt van CD, hoe kan je resten, en dat soort van dat. Dus dat is uiteindelijk ook gaan groeien eigenlijk, weet je. En ik heb rollen gespeeld. Ja. Dus het waren weer altijd weer wat rollen die je deed en dat soort dingen. Maar nooit echt gewoon iets vanuit jezelf, weet je. Dit is eigenlijk je privé. Op een cd. Precies. Toch? De omschrijving. Precies. Is het uw eerste cd? Het is mijn eerste cd. Ik ben zeer vereerd dat ik hem ontvangen heb hier. Graag. We gaan er straks ook eentje weggeven. Ja. Verloten. Ja. Dus mensen, Uhura, Akonkuru, Teespan, Isafa, Ema. Ik ga het niet makkelijk maken, maar eerst gaan we luisteren naar John Oldenstam en Disnami. Alla sortu neng den kariu so strefi ini shende be wan potimi libisuma wan isoriu fayu muslibi na ini wan dren asoren strefi faso sma abita crudenti in de momenti sa yu bende na mi sei dis na mi. Abi mi egilibi, this na mi. Make me do sami wani, this na mi. Pendeki mi egipasi, this na mi. You must leave me for me de. Alla sami leri ina libi, gronta puna biti fi akameti. So you samuzu wa katap na reti pasi. Ala deita pumi kindi, metaki masraga no tangi. Kuala demo esani sa adukimi. This na mi.
must leave me for me. Dit zijn van die momenten dat je gewoon stijl achterover gaat zitten. Dan denk je van, oké, wacht even. Heb ik dit goed gehoord? Wauw, meneer John Oldenstam. Alle respect, wat een mooi nummer. Dank je. Ja, je kunt het niet beter beschrijven als Take Me van ja. Famide eigenlijk. Hè? Ja, die is naar me. Ja. En overrompeld. Gloria komt spontaan de studio binnenrollen hier. Dus dit is eigenlijk... Iets van u afschrijven, proef ik. Ja, maar het mooie ervan is dat het eigenlijk... En afschrijven op tapon voor veerfassie, maar... Nee, kijk, het mooie ervan is, wat ik heb mogen ervaren, is dat, behalve dat ik het zeg maar heb geschreven, dat een wake-up voor mij is geweest ook naar mensen die ja, dank u. Ja. Een wake-up is geweest naar mensen die ook gewoon het gewoon hebben aangevoeld en gewoon kunnen zeggen van, hey, wauw, je hebt gewoon mijn leven heb je een soort van geschreven. Indirect, ik voel het ook. Juist, snap je? En dat heb je nog steeds met dit nummer. Dat ik steeds mensen krijg, ook in mijn, hoe noem je dat... privébox komen mensen echt gewoon even af om te praten natuurlijk. En ja, je moet er toch wel wat uitleggen. Ja, want kijk, in het leven zijn we allemaal individueel, hè? Precies. En we hebben allemaal een pad. Precies. En we hebben allemaal dingen die we doen. Precies. Maar het is eenmalig. En behalve dat het eenmalig is, het is principieel ook spirit. Ook al zou je er niet in geloven, er is eigenlijk toch wel een lijn, zo zie ik dat. Want als je nog iets zegt, dan, weet je... Je noemt maar vieren. Juist, het is ieder die dat gewoon dat ervaart. En dat is wat ik steeds krijg, weet je. Steeds weer rillingen. En dan, als ik rillingen krijg, jij rillingen krijgt, nou weet jij ook waarom je rillingen krijgt. Dus daar is voor mij dan een bepaald energie dat eigenlijk uitstraalt. Wow. Wat toch wel, toch heel veel mensen... toch wel op een goede... En waarom bent u nog niet... bij het grotere publiek bekend. Laat me het zo zeggen. Het is niet. Ik weet dat u een heel bescheiden man bent. Dat en ben ik bent ook. Op de theatertour. Juist. Het begin, maar 2020 begint het ook steeds meer aan te trekken. Klopt. Als dat een geval moet zijn bij mij, dan gaat het wel komen. Daar heb ik mijn daar zet ik ook gewoon maak ik mezelf ook voor open. Nou, stel ik mezelf voor open. Ik denk dat u vandaag al een hele belangrijke stap heeft gezet. Want, ja, weet je. En ik zie het zo, ik denk dat je door een leer, ik althans hoor, ik ga door een lering van. En als het daar moet zijn, dan is het daar, snap je? Het is voor mij ook gewoon een hele mooie stap ook geweest om dit ook te kunnen doen en te kunnen zetten. Want het is eigenlijk een album dat eigenlijk in zijn geheel eigenlijk een hele vorm heeft. Het is een nummer dat eigenlijk gewoon vanuit mezelf, want alles zit een beetje erin. Weet je, behalve dat het dynamie, het geeft ook aan, altijd dynamie, dis naar you. Maar dan is het wel uw eerste cd, ja. Nadat u al zoveel heeft gedaan. Ja. En ik zeg altijd hoor, neem me kwalijk als ik iets verkeerd zeg, maar ik zeg altijd, ik kijk naar Kenneth Bron, Kenny B, het is nooit te laat.
Nee, maar dat bedoel ik. Het is echt nooit te laat. Dus hij heeft ons laten zien van... Precies. Blijf je ding doen. Precies. Je komt er uiteindelijk wel. Als je product of je kunst gewoon goed is. Het is wat in jou zit. Ja. If your soul is on that moment in spirit, is daar, zo zie ik, zo voel ik het ook. Dan zal het gewoon daar zijn. Snap je? Ik ben ook... Kijk, voor mij... I don't have to be rich in... material. Nee, ik begrijp het. Zolang satisfaction. Zolang ik maar rich ben in spirit en iets kan doen wat goed voelt voor mij en ik me goed kan voelen in mijn, dan is dat goed genoeg voor mij. En als het groter moet worden, dan zij het zo. Mr. John Oldenstam, ik doe dit niet vaak hoor, maar ik ga het toch doen, eenmalig in mijn show. Ik ga toch even, ik ga die pokoe nog een keer draaien. Doe maar nog. Ik voel hem gewoon, dus ik wil het nog even... over mij heen laten komen. Mag, en ook naar de mag. Luisteraars toe. We hebben nog veel meer nummers van u die we gaan draaien. Maar ik wil deze nog een keer... Want ja, het is toch anders als u tegenover me zit. Ja. Ja. Maar daarom heb ik ook gezegd in het begin van... Ik ben eigenlijk gewoon de verschijning die je voor je hebt. Dus eigenlijk dat is gewoon wat het ook moet aanvoelen. En dat het ook moet zijn. Snap je? Ja, man. Ik reveleer mezelf niet om te gaan zeggen... Ja, ik ben dit of ik ben dat. Nee. Koarki. Lieve mensen. John Alderstam. Disnami. Alla sortu nenden kariu so strefi in scende ben wan potimi libisuma wani soriu fayu muslibi na ini wan drena soren strefi fasos ma abita crudenti in de momenti saiu bende na mi sei Abi mi egilibi na mi Make me do sa mi wani na mi Pedeki mi egi pasi This na mi You must leave me for me de Ala sa mi leri ina libi Kuronta puna biti fi akameti So you samusu wa katap na reti pasi Ala deita pu mikindi Meta ki mas raga no tangi Pu ala demo esa nisa atu kimi Dis na mi Oh, kanta ki sa uani Dis na mi We'll be right back.
tapu mi kindi metaki mas ragado tangi fu ala demo sani sa tu jimi ja inmiddels heb ik ook mijn collega Gloria ook erbij gehad. Ik heb want die snap me en het Surinaams is een hele mooie taal hoor. Ja. Maar om de juiste woorden te vinden, om zo te omschrijven wat de essentie is, dat lijkt me heel lastig. Weet je, ik kan het doen, ja, fawaka. Pemide, Pejude, Aimee, Bebrasa, Lobby. En ga je het niet willen geloven. Uh-huh. Het is gewoon in één nacht gebeurd. Het is echt, want zelf geschreven? Ja. Zelf geschreven, ja. Wow. Dit raakt hem helemaal. Ja. Dit is naar mij, hier kan iedereen zich in vinden. Iedereen klopt. Die ook, hoe moet ik het anders zeggen? Of je nou in de fabriek werkt, of je nou bij maakt de... Niet uit. Achter de kassa maakt zit. Maakt niet uit. Of een ministerspost. Maakt niet uit. Zo, invult. Ik denk dat er gewoon een ieder van jong en oud gewoon en, raakt. En dit heeft gewoon een nationaal karakter als ik naar het nummer luister. Dus hoe is het ontvangen? Heel goed. Heel goed. En kijk, het is nu nog maar net 6 maanden ook. Hè? Want we zijn, het is 25 juli. Afgelopen jaar is hij echt uitgekomen. Snap je? Dus eigenlijk neemt u nu... En in de tussentijd, na 2 maanden, stond hij al op nummer 1 bij een radiostation in Suriname. U mag gewoon zeggen wat. Radio Apinti. Radio Apinti, Heeft hoog gestaan ook bij een aantal, hoor. SRS kwam steeds voor. De video, die werd ook in de top 10. Kwam ook in de top 10. En u komt nu pas bij Stavaste. Ja, precies. Maar heeft tijd nodig. Ja, alles op zijn tijd. Ja, maar ze zeggen ook, hè, de goede muziek komt eerst vanaf de overkant. Dat is, op een of andere manier is het wel een lanceringsmethode. Ja. Ik bedoel, een Kenny B bijvoorbeeld. Ja, sorry dat ik weer terug ga. Ja, nee, maar Kenny nou, naar mijn man, laat me het zo zeggen. Het is echt ook gewoon een... Kijk, we zijn een klein land. Een kleine bevolking, hè? Zo noem ik het. Maakt niet uit waar we ter wereld zijn, dus we zijn Surinamers. Precies. Dus het is op een aantal handen te tellen de sporen die wij verdienen. Ja. Het is niet dat we, weet ik veel, dozijnen uit de muur trekken, noem maar op. Maar er zijn enkele gevallen waarvan je zegt dan, die ook naast muziek maken, ook een beetje het nationaal belang vertegenwoordigen. En met nationaal belang bedoel ik, dat staat los van politieke kijf of wat dan ook. Of een verschil in diaspora. Of, het gaat om het gevoel Suriname man. Precies. En om in die taal te spreken. Ja. En in die taal... Eigenlijk moet... Om even om je nou kort hiermee... Nee, tja goed. Kijk, ik heb bijvoorbeeld... ik weet niet, als je Facebook hebt gekeken... heb ik een tik op de vinger gekregen. Nou, een tik op de vinger, niet zozeer. Als we echt het Surinaam uitdragen... Vooral het Surinaams uitdragen. Ja. Je hebt door Stichting Between the Lines... Die doet elk jaar... Je hebt een Stichting Between the Lines, hè? Ja. Die doet elk jaar... Suriname tongen dictée. Mm-hmm. Dat betekent, je schrijft echt in... En ik ga je precies zeggen, Ray, gisteren werd ik op de vingers getekend van, corrector, want ik ben bij een van de dictees, heb ik wel gefungeerd als corrector. Mm-hmm. En die hadden meegekregen van, je moet Radio Stavaste wel even aangeven dat die Nakpanya, jullie het met een J hebben omschreven. Ja. Dus het moet eigenlijk... Y zijn, oké. Okay. Oké, maar dat is daar eventjes een ja, tussendoor. Maar als we echt gewoon dat waarderen... Dankjewel, ik waardeer dat. Het moet gewoon Y zijn, weet je, het zijn veranderen. Vooral letten op de woorden. Ik heb dat vaak ook. Ik leer ook nog steeds, hoor. Ik leer het ook nog steeds. Ja, het is al een heel proces geweest om buku van O1 naar U te gaan. Juist. Weet je, dus dat is echt... Precies. En ik denk dat het nu wel belangrijk is dat we dat ook gewoon moeten gaan doen nu. Weet je, want dat is... En ook gewoon wat eigenlijk hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we dat doen? Nou, bijvoorbeeld hier, bijvoorbeeld. Bij dit. Ik denk dat je vanaf morgen gewoon je moet gaan veranderen naar Y. Als ik al die jaren programma terug, al die logo's, niet uit. Noem je maar moet, op. Je begint ergens. Je moet ergens beginnen. Want als je zo doorgaat, dan vind ik dat je daar ook geen vorm aan geeft. Okay. Je bedoel? En ik vind wel dat
weet je, wel belangrijk is. Ook en nog steeds. En een vraag is eigenlijk, het Sranantongo, u bent corrector, toch? Corrector. Heb ik een keer gedaan. Heeft u een keertje gedaan. Ja. Is er een officieel woordenboek? Er is een woordenboek. Zijn woordenboeken. Er is een Sranantongo woordenboek. Ja, want ik weet dat Sranantongo dictee doen. Ik weet nog niet of het nog al in de nieuwe spelling is, weet je. Want ik weet ook niet of het in de oude spelling is. Ik heb één van die boeken gehad, maar ik heb niet echt goed... Kan je nagaan hoe ver ik achterloop? Er is een nieuwe spelling en er is een oude spelling. Ja, dus eigenlijk, als het in de nieuwe spelling is, dat weet ik niet precies. Maar er is wel een Sranantongo woordenboek. Ik zal toch mijn onderzoek moeten gaan doen. Zijn ze beschreven door twee mensen, ik denk een man en een vrouw. Als je de taal wil... Van een vrouw weet ik sowieso, want ik had hem eentje persoonlijk gekregen van die mevrouw. Ik ben daar echt een voorstander van. Als je de taal wil bezigen, moet je het goed precies, doen. Precies. Absoluut. En het, is nog steeds, het komt nog steeds voor dat het verkeerd geschreven wordt. Ja, allemaal. Weet heel je? Veel en, mensen. En ook wat ze zeggen. En wat ze, ja, maar goed, ik bedoel, ergens beginnen. En dat denk ik dat al een goede houvast is van een begin tot echt ons ding, laat me het zo zeggen. Ik neem het graag van u aan. Ik ga eraan werken. Precies. En ik betrap mezelf erop, hoor, want ik wil in emotie vaak heel snel dingen schrijven. Ja. En dan klak je dat, je zet het klakkeloos neer op Facebook en dan ga je later even teruglezen. Ja. Dan denk je, klopt wel, hè? Ja. En dan ga je daar weer een letter veranderen, dan ga je daar iets veranderen. Ja. En dan uiteindelijk is het misschien 5, 6, 7 moves voordat je de juiste zin hebt. Ik word ook nog steeds op de vingers getikt. Hoor. Maar dat is goed. En noem het niet op de vingers tikken. Laat me zeggen, ik word net als wat ik heb gekregen. Bevorderend zie ik het. Weet je? Ja, meneer de corrector, wil je even erop letten dat ze daar... Dat staat op Facebook. Ik ga het zien. Ik ga er gevolgen aan geven. Ik vind het wel, het wordt een beetje... Het is een hele mooie taal. Het wordt een beetje lastig vanwege mijn hashtags en een jarenlang programma en logo's. Dan maak je gewoon iets van, geef maar gewoon dingen mee, het is van dat naar dat. Weet je, mensen, het is vanaf nu dat of het is van dat naar dat. Snap je wat ik bedoel? Oké, okay. Gaan we doen. Dankjewel. En ik vind ook dat ik dat voorbeeld moet geven, want dat moet anderen ook weer aanzetten van, ga je ook erin verdiepen. Ik weet dat Ricciardo, je weet hoe Ricciardo is. Hij doet Sranantongo dictee af en toe. En wie Masanga. Ik ben vaker ook op mijn vingers getikt. Wanneer kom je? Weet je? En dus ik vind het belangrijk. Dank je wel. Dat nam mi. 2020, Suma na you in 2020. John Alderstam, wat gaat er gebeuren? Tangapem is don't ja, dis na mi. Die is naar jou. Maar heb je iets? Vooruitzichten van dingen. Ik ben niet graag iemand. Ik hou ook niet echt van agenda en inplannen. Kijk, sommige dingen moet je wel misschien doen. Ja. Maar is voor mij niet als zodanig een must. Weet je? Laat me het zo zeggen. Producties misschien? Staat nog niks? Kijk, voor nu... Concreet? Concrete dingen niet echt. Er zijn wel een paar dingen die gewoon zeg maar even in de lucht hangen. Ja. Maar net wat ik zeg, dat zijn dingen die echt gewoon op de hoe noem je dat? Echt gewoon als stempel. Op je af moeten komen. Nou, bij deze, ik roep iedereen om ook. Ik zit allerlei productie, mensen te luisteren en noem maar op. Ik kan bellen. Hoe kunnen ze je bereiken? Ik ben sowieso op Facebook te vinden. Mm-hmm. John Oldenstam. En ook Instagram. Daar staat ook een telefoonnummer. Ook op Facebook staat er een telefoonnummer. En mensen kunnen me gewoon berichten via daar. En het telefoonnummer staat er, dus... En je bent zanger, je bent acteur. Ik ben zanger, ik ben acteur. Model. Model bijna. Ja, model. Ja, dat zie je ook. Maar dat hoort een beetje. Je bent ook lang, man. Ik ben 1 meter. Psa, 2 meter. Nooit. Net niet. Oké. We gaan luisteren naar Jonge Lobby. Ja. Jonge Lobby is een geschreven nummer van Winston Lou. Mm-hmm. En Winston Lou die is de schrijver geweest van het mooie nummer Net Alleen. Weet je, ik heb jaren met Winston heb ik hele leuke dingen gedaan. En uiteindelijk toen ik had aangegeven van ik ga nu echt gewoon, we hebben de nummers echt gewoon gedaan. Vaker gewoon op de gitaar en dat soort dingen. Ik zeg, nou dan moeten we even nu wat mee gaan doen. En Jonge Lobby heb ik meegenomen ook in dit zeg maar, albumtraject van mij. Omdat het toch wel ook een soort van beetje aanspreekt. Weet je? Dus ik heb eigenlijk, net wat ik zeg, de nummers die ik heb staan op de CD, is eigenlijk gewoon een beetje van alles. Weet je, waar ik me in kon bevinden. Dat is eigenlijk een verzameling een van lobby. Alles wat jij tegen horen wil brengen. Lobby Tori, een beetje Tori Moeder de Vrouw, weet je, Brokati Tsani, Sweet Tori, weet je, gezelligheid. Ook even, want een van de nummers gewoon is ook lick gewoon... Lick van Judith. Precies.
Precies. Ik heb ook eentje met kinderen gedaan. Heel mooi. Wat een mooie club hoor. Even miskrikken. In een jumbo van broodje doen. Go Arkie. Nou mensen, ik moet eerlijk gelijk erbij zeggen, deze cd's hebben dingen. En ik ben niet zozeer meer van de cd's. Wel, het is echt weer eentje die je gewoon zou zetten en dan gewoon lekker tijdens het koken, het schoonmaken, precies. Het bezinnen, het relaxen. Maar het mooie ervan is,
dat die ook gewoon op de dat is de streamer is, dus mensen kunnen gewoon de YouTube en alle andere grote streamers. Dat is dat ding ook tegenwoordig. Ja, met Spotify. Dus dat is er, Spotify ook. Het is te vinden. John Alderstan. Yes. Ik kan no daar. Even op het Surinaamse terugkomen. Ja. Junoman Kroimi. En dat is één. Uh-huh. En je hebt ook een andere voorbeeld. Junoman. Je hebt een Surinaamse. Kroimi staat er niet bij. Nee, die staat er niet bij. Uh-huh. Je hebt ook, jij hebt net die andere versie gebruikt, toch? Junoman Kroimi. Junoman Minoman Minoman Jere Juning? Junoman Kroimi. Oh ja, juist. Ja, weet je, ja. Je hebt daar twee dingen in. Weet je. En dan gaan bepaalde mensen soms afvragen, maar is het een positief iets, een negatief iets? Wat is het verschil tussen die twee? Kijk, je kan... Kroimi en Kroimi. Ja, nee, maar krooi is het heel wat anders. Ja. Krooi is, ik weet het wel. Krooi is heel wat anders dan Kori. Kori is eigenlijk meer voor de gekhouwerij. Oké, Kori is voor de gekhouden. Het is niet betoveren. Nee, het is niet voor de gekhouden. Junoman Kroimi. Junoman Kroimi. Junoman Kroimi. Inokismi. Inokismi, precies. Oké. Ja. En met Kroi zeggen ze is betoveren. Het beheksen. Je kan het heel zwaar noemen, maar beheksen. Yes. Je kan ook gewoon zeggen van ja, liefde is een moeilijk iets. Precies. Je zegt dat ik vind dat is dat in een maffin van trapperen ja, dan krooi was maar. Maar het is eigenlijk ook Edeoroko. Ja. Ik zie het als, tenminste, het is voor mij Edeoroko. Mm. If Inosabi. Mensen zijn gewoon geneigd om dingen te zeggen. Hey, mi ati, bla bla bla. Ja. Maar ik kijk er anders tegen naar Noi Ati. Nee, maar dat is, kijk, dus, ik vind het heel belangrijk dat ik het dan ook weet. Junoman Kroimi is dus eigenlijk, je kan me niet in de maling nemen. Precies. No kan hij tak tak sani. Precies. Ba, ik heb je door. Ja. Weet je, gewoon de. Ja. Kom straight in dit de geval, point. Wat er in dit nummer is, is dat eigenlijk Minoman Kroimi. Minoman Jereju zeng, Minoman Kroimi. Weet je, dus ik kan je niet. Ik ben gewoon eerlijk. Precies. Zo en zo, zo. Ook geen doekjes winden. Precies. Draai. Juist. Ja. Juist. Dan kan er nog een Joe verhaal. I wanna know who is. Luister nou, ik ben John. Ja. Ik ben 28 jaar. Ik zing. Exactly. En dit is het gewoon. Exactly. En als if you man, if you no man. Even goede vrienden. Ja. Ja. Toch? Zo simpel als dat. Oké. Okay. Zo simpel als dat. En, ingewikkelder kunnen we het niet maken. Nee. Nou, mooi. En John, een beetje vraag. Wat doe je een beetje in het dagelijkse leven? Ik hoor net dat je, dus je bent ook conrector, één keer heb je gedaan, maar dat geeft aan dat je maatschappelijk betrokken bent ook. Kijk, uiteindelijk ook door dit nummer, is dat eigenlijk gewoon ook een beetje een soort van mus geworden, weet je, want mensen komen op je af, je moet de mensen soms zelfs helpen, weet je, ik heb hele rare gevallen zelf meegemaakt, weet je, maar dan moet je, voor mij is het eerst even... Observeren, kijken wat je ermee doet, weet je, ik heb wel een beetje, hoe noem je dat, want dat heb ik ook al gedaan, ik heb in de beveiliging gezeten, dus ik heb ook een beetje skills waarin dat betreft. Je moet kunnen inschatten. Je moet niet meteen kunnen, want er zijn mensen geweest die echt gewoon hebben aangegeven van, hey, meneer Oldersam, dit nummer, ik moest even aan de kant met de auto, ik moest huilen, ik moest dit, ik moest dat. Mensen die kwamen van, hey, u heeft me echt uit. En weet je, soms als je kijkt naar die dingen, je ziet het voorbij komen bijvoorbeeld, dat je denkt van, mensen die anderen helpen, om te zeggen van, hey jongen, het is maar die spoor me, zoals we het zouden zeggen, in one nayolo. Weet je? Ja. Snap je? Ja. Maar dat is wat muziek ook kan doen. Precies. Ja. En dat precies, dat is muziek inderdaad. Ja, en dat heb ik gewoon. Kijk, een van de dingen gekregen. Die je nu al teweeg hebt gebracht is mijn collega. Die moest al lang naar huis en noem maar op. Die heeft een hele lang programma gehad. Heel politiek geladen en druk. Ja. En, maar ze blijft hier gewoon. Kijk. Hangen ze er niet weg? Kloor, neem de microfoon, hè? Ja. Nee, ik vond het. Ik zat daar binnen dus, hè? Voor. Ja. En jullie waren hier. En ja, ik denk, oké, een zanger, het zal wel. Mm. Maar toen hoorde ik het nummer. En het raakte iets in mij. Mij ook, absoluut. Ja. En weet je, ik ben ook zo... Dysnamie, zeg ik ook, omdat het... waarom raakte het mij? Omdat ik ben bijna 60.
En vaak vinden mensen, ik heb 5 zonen, dat ik me anders moet gedragen. Dat een 60-jarige vrouw is dom, hoor je ze dat rustig. Dus dit liedje raakte mij zo van, Disnamie, loop niet van die deur of zo, Disnamie. Je leeft maar 1 keer, hè? Exactly, weet je. Je leeft maar 1 keer, hè? Eigenlijk is het, ja, je gaat maar 1 keer dood. Je gaat maar 1 keer dood. Je zit al in het leven. Of dingen als reïncarnatie, minosje, ja. Dat zullen we ik geloof daar niet in. Ik weet niet, er is nog nooit iemand teruggekomen en tegen mij gezegd, hé, ik was daar en ik ben nou hier. Laten we het doen met wat we hebben. Juist, we gaan 1 keer dood. En wat ook mijn aanspraak in het nummertje trouwens, dat je ook nog zei, je dankt God. Precies. Ja, toch? Ja. Dat vond ik... Ja. Heel erg mooi, want omdat ik zelf... Omdat je het bij jezelf, als je het besef kunnen bekijken, het mooie van het leven, mensen eigenlijk denken vaak naar te apwansani, dat dalibi. Ja. Terwijl je eigenlijk in je leven gewoon dankbaar moet zijn. Dus elke dag als je opstaat, en dat is eigenlijk wat het in het... Soms krijg je in het leven wel signalen, hoor. Ik heb dat ook gehad, hoor. Die krijg je elke dag. Ik was een... Ja, die krijg je elke dag. Ik was een tijdje geleden, dat ging even niet goed. En alleen omdat ik het te druk had, blablabla. Bla, dus ik was een tijdje bij de auto zo even. Dan kies mezelf met dat noman. Noman, met dat no. Tim go bakka, dan ga ik het met betere overwegingen doen. Ja. Want ik moet ook genieten van de kleine dingen. Change starts with you. Weet je, change starts with you. Gaat ook iemand soort dat is wat het is. Seintje van Ebra. Die is een A-model eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Ja. Dus je moest looken van je waarderen, man. En daarom, ik zeg ook altijd... Je moest looken van je vullen in. Exactly. Ik zelf hou niet zo van klagers. Mm-hmm. En we kunnen klagen allemaal. Nee, tuurlijk. Maar kom met een oplossing de volgende keer. Ja, ja. En altijd is er iets positiefs te zien in het leven. Ik heb me bevonden in dat soort dingen. Ga je eerlijk zeggen, ik heb nu al zeker 6 of 7 jaar kijk ik geen televisie. Als er iets is, klopt, ik dat, ook. Als er iets is dat ik wil opzoeken. Mm-hmm. Je Google allemaal. Als je wil weten, dan ben ik Loeken even, we staan even. Maar wat mij... Ik probeer zoveel mogelijk. Want kijk, de druk die je krijgt vanaf... Daar buiten. Dat ook. En Facebook bijvoorbeeld? Facebook, je gaat me nooit zien. En dat mensen die mij kennen, die weten dat. Mm-hmm. Ik ga liever iets zetten wat oplifting is. Ja. Weet klopt. Je, want eigenlijk heb je gewoon niet, een pagina. Hè? Ik heb een pagina. Kijk, het mooie ervan is, ik ga niet op in op mensen die gaan praten. Ik meen dat dit discussie is. Dat is eindeloos gedoe. Ja, ja. Eindstaan, you are there niet. Juist. Doe iets nuttigs daarmee, ja, snap je? Ja. Daarom heb ik ook mensen die kritiek hebben, dat interesseert me niet. Bijvoorbeeld, taksami doe, mi doe. Is dat niet? If you vind dat je aan op boom, dan doe one voor je schrift. We zijn gewoon geneigd om dat soort dingen te doen. Ja, tuurlijk. En ik heb daar helemaal geen omkijk. En helemaal die krabbe mentaliteit. Nee. Minode. Wauw. Echt minode. Ik ga je eerlijk zeggen, die druk neem ik niet op. If me doe aan plezier, mis doe me arki, mis doe me luku van waka. Sommige dingen in het leven, eigenlijk moet je eerst weten. We kunnen veel van deze man leren, hoor. You need to know what you know. If you don't know, shut up. John, wanneer kom je in Rotterdam wonen? Waar woon je dan? Ik woon in Amsterdam. Met deze mannen moet je s'avonds ergens gaan zitten dat we taquanchitori zijn. Ja, maar dat heb ik vaker gehad. Weet je? En ook te meer natuurlijk zeg ik heb zelf leringen ingenomen. Weet je? Om ook gewoon, als het echt om mezelf gaat, dan ga ik je zeggen, ik heb 3 jaar terug, ben ik ook gewoon tijdens de Ramadan, ben ik ook gewoon gaan vasten. Ja. En dan ga ik je zeggen, het Disnamie is daaruit gekomen. Wow. In mijn vaste periode, in een moment van reinheid. Ja. Wow. En alle nummers heb je zelf geschreven? Ik heb er 2 samen geschreven en 2 heb ik zelf geschreven. Dus het is 4, 3, 4. Ja, dus ik heb Disnamie sowieso volledig geschreven. Mm-hmm. En er is een ander, dus een leuk danshaldummertje met van alles wat erin komt. Okay. Dat heb ik ook gewoon geschreven, dat is nummer 7 op het album. En met welke andere artiesten werk je graag samen? Met wie heb ik niet gewerkt. Okay. En die ondersteunen je? Zijn een paar. Nou, die kennen me, mensen kennen me. Laat me zo zeggen. Dus ik kan niet zeggen dat ik er niet onder doorkom, mensen kennen me. Ja, leuk. Weet je, Ik moet naar de reclame. Ja. Ik wil je alvast bedanken. Uur is snel voorbij gegaan. Ja. Ja, ik kijk Gloria aan, hoor. Misschien, ik weet niet, Gloria heeft volgens mij nog geen afspraken.
Ik weet niet, ik zie haar zo zitten. Ik weet niet. Misschien willen jullie nog een uurtje verder babbelen. Ik weet niet. Kan toch? Over allerlei dingen. Over allerlei dingen. En dan, nou, de cd staat klaar. Ik moet nog wat, ik moet nog wat het een en ander doen. Maar als jullie daarvoor openstaan. Hij is helemaal uit Amsterdam dan gekomen. Dan gaan we hem nog een uurtje geven. Ja? Zijn we nog meer nummers van hem die we kunnen gebruiken? Een hele cd heb ik dan hier. Dan gaan we dat doen, weet toch? Je? Vind ik ook. Nice. Helemaal uit Amsterdam komende. Ja. Nee, nice. Dan ga ik je joinen, ga ik je ondersteunen. Want precies. En dan wil ik die pokoe weer horen zometeen. Lieve mensen, blijf gekluisterd. Nice. Ja? Nice, wat een opportunity om te zien. Je verdient het, John. Dank je. Dank je wel. Stand Vast Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Stand Vast Radio. Sabi, Sabi. Mr. Cool Soft Drinks, verkrijgbaar in 4 exotische smaken. Volg ons op Facebook of Insta, hashtag Mr. Cool Soft Drinks. Get your color, get your flavor. Bent u op zoek naar een kavel of woning in Suriname? Dan is Praise & BV te Amstelveen de partner om u verder te begeleiden. Er is keuze uit verschillende verkavelingsprojecten en bouwmodellen tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Bel naar 020-66-926-70 of bekijk onze website op www.praisen.nl en maak gebruik van maar liefst 30 jaar ervaring. Praisen BV, voor advies en rondleidingen. Tot ziens. Waldeck Uitvaartzorg. Aandacht voor uw dierbaren. Wij zijn gevestigd aan de Oude Haagweg 28 in Den Haag. Wij zijn gespecialiseerd.